Zaterdag 30 maart, rustdag in Carapateira. Een rustdag, misschien zit er al een wandeling van een kilometer of 10 aan. Ze hebben wel een mooie molen hier. Casa Sol. De badkamer is niks mis mee. Hoewel. Dat is niet van ons. Rokerigen. Ons kamer. View at the park. Overigens, als je om de bouwplaats heen kijkt, is het wel weer aardig. Entree van het dorp, Carapateira. The village of Carapateira originated on the hilltop, waar de kerk en het fort. Maar vanwege de koude noordenwinden zijn ze naar het zuiden getrokken, waar het meer beschut is. Ik denk dat we hier dan toch aan de noordkant bij de kerk zitten, hè? Op de hilltop. Vanmiddag een tussendoortje vanuit onze sfeervolle locatie, de Pontal de Carapateira. Eerst naar het strand. De duinen van de Carapateira. Cordera Beach is dit. De vraag is of dit door de wind gevormde duinen zijn. Zo ja, dan lijkt het wel Sahara-landschap. Thank you.
grote camperbrigade. Daar aan de einde lijkt op Praia do Arifana. Ongelooflijk mooi. De route zelf is niet super, gezien dit keienpad, wat je moet delen met fietsers, auto's en vele andere toeristen. Maar als je de wandelborden, de boardwalks, naar de uitzichtpunten neemt, is het vaak fantastisch om te zien.